Goed, dat je kijkt naar een nieuwe video van Racing News 365. Het is de day after de Grand Prix van Amerika op COTA, Circuit of the Americas. En die race, in dit geval de kwalificatie, werd toch een klein beetje overschaduwd door het nieuws dat de oprichter van het energiedrankje Red Bull, het team en Alfa Tauri, Dietrich Maticus, is overleden. Wat veel mensen niet weten is dat hij ontzettend belangrijk is geweest voor niet alleen Red Bull, maar ook voor Max Verstappen. En namen ook zoals Carlos Sainz, die hem kans hebben gegeven om in de Formule 1 te komen. En in deze video gaan we je een klein beetje uitleggen wie hij eigenlijk nou precies was en wat hij voor Verstappen heeft betekend. Dat doe ik samen met Viaplay-analyst eh, en autocureur Tom Coronel en eh, Formule 1-kenner Ruud Dimmers. Dus vergeet deze video niet te liken. Abonneren zou ik heel vet vinden onderweg naar de 25.000 abonnees. En dan gaan we beginnen. Zonder Dietrich Mateschitz had Red Bull geen vleugels gekregen. Ja, 100%. Maar dat heeft met de denkwijze te maken. Dat heeft natuurlijk met de extreme sportpush van de sponsorship te maken. Want dat is hoe hij gewoon denkt. Weet je. Hij wilde anders zijn dan alle anderen. En dat, uh, ja, dat heb ik natuurlijk altijd wel in mijn achterhoofd voor mezelf ook. Maar weet je, dan moet je het ook nog maar doen. En dat vind ik wel heel gaaf, dat iemand zo geïnvesteerd heeft in autosport. Ook met het hele talentenprogramma, wat er natuurlijk altijd geweest is. Uh, en nog steeds echt wel een heel klein beetje. Um, ja, hij, hij, heeft lef, hij heeft lef. Hij zoekt gewoon naar de beste en die brengt hij bij elkaar. En daarom is hij al een aantal malen wereldkampioen wonen. En daarom heeft hij Max Verstappen in zijn pool zitten. Niet anders, ja. want hij haalt heel veel rijders. Maar uiteindelijk ziet hij dat het daar een beter is. Dan wil ik hem hebben. En dat vind ik zo knap. Dat is Dr. Helmut Marco en uh, en natuurlijk hij zelf is uh, is natuurlijk gewoon van het sneller schakelen. Als we iets beter zien, nou, dan moeten we dat hebben. Punt klaar uit. Gewoon de zwakste schakels eruit. Ik wil winnen. Ja, maar het zit gewoon in, het zat in in de DNA van die man. Hè? Dat hij anders wilde zijn dan anderen en dat hij daarbij ook gewoon risico's nam. En He, dat, ja. dat zag je ook met uh, bepaalde sporten die, die hij uh, ging promoten. Zijn natuurlijk een extreem sport, zou zijn ja. zijn eigenlijk eerst groot geworden, uh, he, waarbij ze gewoon uh, ja, jonge gasten ja, van zagen van Red Bull ja, sponsorship en dat ging niet gelijk over uh, 10.000 euro's per jaar hoor. Maar dat he, die mannen die kregen, dan, of vrouwen die kregen, dan een paar duizend euro en wat equipment van Red Bull en die waren er blij mee, want ja, dat, dat, dat hadden, ze, hadden ze normaal gesproken niet. Maar zijn hele denkwijze was ik gewoon anders. Hè? De hele brand. Hè? Dat was uh, toen vernieuwend. Hè? Want er was zoveel commentaar op energiedrankjes. En het was uh, 80 blikjes of uh, 80 suikerklontjes uh, in één blikje. En allemaal dat soort dingen. en Dus had het in het begin die extreme kant. Maar dat zit nog steeds in het hele bedrijf. De stunts die ja. ze doen. Uh, de Red Bull X Fighters. Uh, dat ze in een stierenvechterarena of in stadions met die motoren bezig zijn. Uh, maar ook gewoon. Het feit dat je dan in de Formule 1 zit en dat je dan een mannetje van 16 jaar als enige in de wereld een kans durft te geven. Ja. Tuurlijk, Helmut Makko zegt, moeten we doen. Alleen de grote baas, die, uh, die heeft ook die al... We moeten ook nog wel even ja, voor Want ja. we zoom er even op in, want Max Verstappen heeft natuurlijk ook gereageerd. Die heeft verteld dat hij een paar weken geleden volgens mij nog bij hem was en hebben ze een hele leuke dag gehad. Maar hoe belangrijk en wat heeft die uh, Dietrich precies betekend voor nou ja, de Formule 1-carrière van Max Verstappen? Max Verstappen heeft heel hem opgepakt. alles. Alles. Ja, Ik heb alles heeft er gewoon opgepakt aan. vanaf Formule 3. Vanaf Formule 3 won hij wel alles. Maar dan was het meer van ja, er is een kans. En, uh, en uh, Red Bull heeft gewoon op dat moment gezegd: wij pakken je gewoon op en dan ben je gewoon van ons. En ja, dat was natuurlijk wel iets heel extreems. Hij was zo jong maar wel ook al zo rijp voor de formule 1. Het is zo erg dat zelfs de FIA een ander reglement heeft gemaakt. Het kan nooit meer vernaard worden zo'n jonge rijder in, in de formule 1. En dat is dat is natuurlijk ook al heel apart. Weet je dat hij dus eigenlijk het zo gepusht heeft dat er nieuwe wetten zijn gemaakt? Om het niet meer te kunnen doen zoals zij gedaan hebben. En dat was wel in die Formule 3 periode, hè, toen Max reed. Want ja, in het begin stond er geen Red Bull op. Dat was pas aan het einde van het seizoen dat er in één keer Red Bull op kwam te staan. Ik bedoel, ik ben er zelf bij geweest. Dat was 2014, zeg ik even, hoofd, Formule 3. Uh, toen, uh, toen reed Max op Spa. Ik reed op Spa. En uh, ja, we stonden gewoon met elkaar lekker in de pitbox. Gewoon de normale dingen. Ik weet nog dat die buitenom in. Uh, even kijken. Dat was geloof ik Piefpaf of Lecombe. Lecombe was dat. Dat hij ook kon in en dat iedereen zei, holy shit, dit is wel gaaf. En ah, nee, maar het is een assortiment van thuisreis. Hier is zijn familie, deze moet hij even extra geven. Nee, dit was gewoon al de rijstijl. En toen uiteindelijk, toen hebben ze hem opgepakt... Als je dan kijkt naar dat hele jongerenprogramma... wat er geweest is om de jongeren richting de Formule 1 te krijgen... is Max eigenlijk aan het einde van dat jongerenprogramma... want Jos wilde het zo lang mogelijk zelf doen... heeft hij hem gewoon in één keer gepakt. Hij is gewoon beter dan de rest, dan moet ik hem hebben. En heeft hem gewoon een sortiment van ja, weggekocht. Maar dat was natuurlijk ook wel het moment dat het moest gebeuren. Dat was precies het moment dat Jos zei... oei, nu gaat het wat te kostbaar worden. En toen had hij twee keuzes. hè? Of Mercedes... Ja, dan hadden ze het programma zo willen doen als Heidfeld, zoals uh, Hamilton, dus uh, Formule 2, en dan naar Formule 1. Testrijder Formule 1 en in de Formule 2 een jaartje doen. Nou, het zei Jos, nee, hij is er al klaar voor. We willen snellere stappen maken. Het zei Mercedes, mwa, 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 hield hem een beetje aan het lijntje. Want Mercedes was natuurlijk wel het team waar je wilde rijden. En dokter Helmut Marco, die zei gewoon, nee hoor, wij pakken hem. En Dietrich ook. En dat heeft Max gemaakt waar hij nu is. Anders was het misschien, als je voor het verkeerde team zit in de Formule 2, of langer had het geduurd. Of was er niet op het juiste moment een zitje vrijgekomen. Want je moet ook nog eens een keer de mazzel hebben ja ik ja, klopt kijk als je kijkt naar uh, hoe Mercedes dat deed uh, die had ook uh, Esteban Ocon natuurlijk die hadden Pascal Wehrlein uh, ja uh, wie hadden ze nog meer toen? Pascal Wehrlein leeft hij ook nog zou je bijna zeggen ja ja, ja dat waren toen ze de de de, supertalenten, de, de, de ze ja. en hoeveel hebben we bij Mercedes gereden ja, toen ging op een gegeven moment uh, Nico Rosberg ging, uh, ging denk ik met pensioen toen dachten mensen van nou dan zal het uh, Wehrlein worden of zal het Ocon worden nee valt wat de ribbelpas dan denk je van dat is dan een hele andere filosofie en dat uh, ja kijk Max die die past wat dat betreft gewoon ja perfect bij 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 Red Bull nee, het is ja. het, het is een gecontroleerde derdevol het is iemand die dingen anders doet dan anderen die anders denkt dan anderen die ook acties maakt die anderen niet maken uh, ja en dat dat hè, dat 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 past maar risicovol hè dat, dat is het mooie. Hè? Zij die zagen bank, echt ja. wel dat er in Max heel veel risico zat. Die eerste paar races, weet je, op Spa, dat die Rijkonen een soort van het gras induwde. Uh, dit is gevaarlijk, zei Max. Gevaarlijk? Dit is toch racen? Of doe ik wat verkeerd? Maar ja, zo, zo, zo is hij opgevoed en zo heeft hij wel de Formule 1 veranderd. En ook het brand Red Bull, risky, flurry, uh, ja an anders gemaakt. Max past ja, 100% kijk, bij deze club. Ja. Kijk naar de nieuwe generatie die nou kijkt. Hè. Die is echt niet alleen maar Drive to Survive. Er is ook gewoon Max die er een hele grote rol in speelt. Eh, samen met Red Bull. Hè, Max is eindelijk iemand die jong is, die fris is, die net wat anders is dan de rest. Eh, die niet de gelikte PR-machine is, want dat is Max niet. En Lewis <laughs> Hamilton. Houdt... Thanks to the crowd, thanks to my team. Stop daar eens Best crowd ever. Maar 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 maar, ja, maar dat soort dingen. En als Max... Dan een keer boos is, dan bijt hij tegenwoordig iets meer op zijn lip en is hij iets meer gepolijst dan, dan vroeger. Alleen als hij boos is, is hij nog steeds boos en dan hoor je dat er gewoon nog steeds door. En hij gaat ook niet overal de lintjes doorknippen en allemaal van dat. Uh, nee, zeker eh, nee, even niet. Het interesseert hem niet. hij is gewoon puur. En ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom heel veel jongeren zich ook met Max kunnen identificeren.